In het kader van onze serie Woonarken in Noord zijn we te gast bij de familie van het Geloof. En we spreken met Carina en Hans. Carina, woonarken. Wij zeggen als gewone mensen woonboten. Wat is het verschil? Een woonboot, dat zijn bootjes die in principe nog kunnen varen. En een woonark, die is vierkant en die kan dus niet meer varen. Er zit geen motor in of zo. Toen jullie begonnen, hadden jullie een bootje? Een opgebouwd veerbootje. Die kon ook wel niet varen, maar het had wel het model van een bootje. En daar hebben we met heel veel plezier gewoond. Toen je in Rotterdam kwam wonen, ben je gelijk op de woonboot gaan wonen? Ja, ja. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Breda. En hier te reis dan toch je liefde achterna. Ik was 17. En hij had dat bootje al. Dus daar zijn we in principe op begonnen. En Hans, hoe kwam je aan dat bootje? Nou, mijn ouders woonden hier een eentje verder ook op een boot. En zodoende was die te koop en die heb ik toen gekocht. Van een klein veerbootje ben je naar zo'n prachtige villa gegaan. Ja, dat klopt. Wist je wat je deed toen je aan die bouw begon? Ja, ik had alles in mijn hoofd zitten. En daar ben ik uit gaan bouwen. Want wat ben jij van je vak dan? Chauffeur. Je bent chauffeur van je vak, maar ja, dit vergt ook heel veel timmer- en bouwkundig inzicht. Ja, maar ik was altijd al aan het knutselen, dus dat zit er toch in. En mijn vader was ook altijd aan het knutselen, dus ja, dan gaat het toch van vader op zoon weer verder. Heeft je vader je ook geholpen bij de bouw van de boot? Die heeft met het lassen van de bak heb die geholpen, ja. En de opbouw heb ik zelf gedaan. Hoe zit dat met vergunningen? Nou, je moet het aanvragen aan de havendienst toen die tijd. Ja. En dan krijg je of toestemming of geen toestemming. En dan geef je dan de maat op, zo groot als je mag. Ja, en dat is toch iets groter geworden dan dat hun zei. Maar dat is altijd goed gekomen. Hij zegt altijd, koop een boot, werk je dood. Want ja, je blijft altijd bezig. Ja, alles is natuurlijk wel voor jezelf. Ja, dan heb je toch het onderhoud eraan vastzitten. Jullie hebben ook op de kade een schuur en een kamer gebouwd. Moet je daar dan ook weer een vergunning voor aanvragen? Officieel moet het tegenwoordig wel, maar toen die tijd hoefde dat nog niet. Jullie hebben ook een hele grote plek, hè? Als je zo naar de tuin kijkt. Hoorde dat ook al bij de lichtplaats? Ja, zoals het hier ligt, is het, zo was de plek. Betaal je daar pacht voor of hoe werkt dat? Wij betalen alleen maar lichtgeld en tegenwoordig ook roerend goedbelasting. Want dat hebben ze pas ingevoerd, dus ja, dat gaan we nou gewoon per maand betalen. Maar het is nog altijd nog goedkoper als een huis. En hoe zit het dan met riool en water? Dat moet je ook gewoon betalen? Ja, het is gewoon hetzelfde als in een huis. We hebben gewoon aangesloten op het riool, we hebben water, we hebben gas, gewoon elektriciteit. Alleen bij ons kan je alles afkoppelen natuurlijk. Ja, ja. Hoe gaat dat dan in de winter? Hetzelfde als normaal. En dan bevriest het kanaal? Ja, dan springen we uit het raam en dan staan we op het ijs. Dus dan kunnen we gewoon schaatsen. Dus nee, dat is totaal geen verschil van het is koud hier of... Nee, helemaal niks. Dus het is gewoon hetzelfde. En in de zomer spring je gewoon in het water en dan ga je zwemmen? Nee, ik ga niet tussen de vissen zwemmen. Dat doe ik niet. Hans, kom je echt uit een familie van mensen die hun leven lang op woonarken hebben gewoond? Niet op woonarken, maar wel op de binnenvaart. Ik ben eigenlijk geboren op het water. En ik heb tot mijn 18 op de binnenvaart gezeten. En mijn vader ook vroeger en mijn opa vroeger. En toen is je vader gewoon op zo'n ark gaan wonen, na zijn pensionering? Nee, daarvoor al. Okay. Want mijn moeder is toen aan de wal gegaan. Toen is hij alleen nog gevaren. En toen is hij op een woonark terechtgekomen. En zo ben ik er ook op terechtgekomen eigenlijk. Als iemand dus één keer op een woonark woont en de kans doet zich voor, is het het kans groot dat een kind ook weer op een boot gaat wonen? Ik denk het haast wel. Want mijn andere broer die heeft ook hiernaast gewoond. En die woont dan nou in huis. Maar die heeft ook op een woonark gezeten. Ja, ja.
Woon jij naar tevredenheid op deze ark? Ja, heerlijk. Ja. Ik zou niet in een huis willen. Waarom niet? Zo klein. Mijn dochter woont hier aan de overkant. Het is een hartstikke leuk huisje, maar ik ben altijd weer blij dat ik weer thuis ben. Mijn oudste dochter zou ook wel graag op een woonboot willen wonen. Is het duur om een boot te kopen dan? Nou, het is niet goedkoop, nee. Ja, je moet er sowieso wel rekenen op om een klein beetje een mooie prijs. Dan zit je toch wel aan de 2,5 ton. En voor zulke jonge mensen is het gewoon nog geen doel. Nee. Dus ja, misschien als wij er niet meer zijn. En dan hebben ze een mooie boot.